Welkom terug op mijn survival eiland. We zitten hier lekker op mijn bootje op het water bij mijn prachtige eiland. Oh, wat heb ik er weer zin in? In de vorige video hebben wij een mega zwaar gevecht gehad in de toren daar. Uiteindelijk hebben we een baas kunnen spannen en die is daar ergens nu op de zeebodem soffen aan het verdrinken. Oh, jongens. Hier ben ik nog helemaal niet ready voor. Hij is zo snel onder water. Wie had ook bedacht dat hij kan zwemmen onder water zo snel? Goed, die laten we maar even met rust. Misschien kunnen we hem deze aflevering nog respannen en zo. Maar ik heb in de vorige aflevering eindelijk een keertje een boot geregeld. We hebben hem gevonden, we hebben hem niet kunnen craften. Maar ik ben er zo blij mee dat we die hebben. Laten we even al deze oors hier oppakken. Die kunnen we natuurlijk mooi van onze spawners hier grijpen. En dan wil ik gelijk op pad gaan. Want in de vorige video hebben wij dat eiland daar. Hebben wij als het goed is geunlocked. Daar kunnen we heen. We kunnen naar dat eiland hier. We kunnen daarheen. Volgens mij kunnen we zelfs naar de luchtballon. We kunnen naar padden. We gaan even van alles en nog wat ontdekken, jongens. Laten we beginnen met dit grote eiland hier. Hier was ik vorige aflevering naartoe gegaan. Puur om er even te schuilen voor dat monster. Maar ik heb helemaal niet echt gezocht naar schatten en zo. En op elk eiland waar ik kom zitten wel schatten verstopt. Kijk, hier is goud. Handig. Maar wat zit hierin? Er zit sowieso al iets goeds verstopt hier. Een spawner. Ah, skeleton spawner. Ik moet mijn armor aandoen. Ik heb geen zin om te vechten. Ik wil gewoon schatten vinden zonder problemen. Dat zou makkelijk zijn. Oeh, laten we wel even dit hout gelijk hakken hier. Elk hout is altijd welkom. Even kijken. Ja, ik denk dat de enige plek waar die schat is in die cave hier. Oh, maar er zitten spinnen en skeletons en zo. En ik heb helemaal geen licht of iets. Oké, dan komen we hier zo terug als we daar de tools voor hebben. Laten we even kijken wat Paddenstoel-eiland voor ons te geven heeft of zo, weet ik wat. Wie weet heeft dit allemaal wel schatten verstopt voor ons. Sowieso gaan we de uitdaging dan halen voor Paddenstoel-eiland. Boom, kom maar. Huh? Ben ik hier als... Oh nee, kijk, Mushroom-eiland. We hebben hem. Ik kan zeggen, hier ben ik nog nooit geweest. Zit hier iets in of zo? Nee? Nou, niet eens. Zit er iets op hierboven? Kan ik er naar boven parcouren? Ik ga niet akkoord met geen schat. Er moet wel een schat hier verstopt zitten. Niet? Geen schat in de paddenstoel? Dat meen je. Oh, nee, niks. Oh, jawel, een kist gevonden. Een diamond generator, een emerald generator. Oh, en nog een emerald generator. Oh mijn god, jongens. Weet je hoe goed dat is? Wacht, laten we kijken of we nog meer schatten kunnen vinden. Zit er nog meer verstopt hier? Ik ga het hele eiland slopen, hoor. Ik moet het vinden. Ik moet nog meer schatten vinden. Al moet ik zeggen, hier ben ik ook wel tevreden mee met deze enige schat. Stel, dit is het dan... Oké, prima, weet je. Ik heb slechtere dingen gevonden. Oké, dan hebben we dit eiland wel even voor nu bezocht. Gaan we heel even deze Emerald Generator en Diamond Generator op mijn eilandje in het midden plaatsen. We hebben inmiddels al zoveel eilanden bezocht. Kijk, die generators kunnen we dan mooi even hier erbij plaatsen. Dan doen we hier een Emerald Generator en hier een Diamond Generator. Helemaal top. Varen wij even om het Heks-eiland heen. En dan gaan we even naar die Nether Portal-eiland. Want, jongens, dit zijn alle uitdagingen die ik nog moet doen. We moeten nog 32 emeralds op één moment in mijn inventory hebben. We moeten nog een enchantment table hebben. Het Skulk-eiland bezoeken. De verlaten grot, die heb ik al bezocht, dus die snap ik niet helemaal. Ik moet nog 15 creepers vermoorden. 15 spinnetjes vermoorden. Alle challenges behalen. Alle eilanden bezocht hebben. Dus echt allemaal bezocht hebben. Een trident krijgen. Volledige diamond armor maken. En ik moet naar de Nether. Oh ja, en ik moet nog steeds alle 50 vissoorten. Ik moet nog steeds een keer een tropical fish gevangen hebben met mijn... Ja, gewoon met een vishengel. Dat is me nog niet gelukt, de tropical fish. Oké, de Nether portal. Laat jij eens aan mij zien wat jij allemaal te bieden hebt. Allemaal wat goud. Quartz generator, oké. Een enchanted golden apple. Oh, ja, oké, daar ben ik blij mee. Laat ik dan heel even... Ik denk dat ik hiervan wel een Nether portal zou kunnen maken, hè, jongens. Wat nou als we dat ook gewoon doen? Dat we al die obsidian hier even slopen... En dan maken we er een Nether portal van. Wie weet kunnen we dan wel even naar de Nether gaan deze aflevering. Maar daarvoor moeten we wel die hele portal op de goede plek hebben. Ja, en ik vind dit wel een mooie locatie. Alleen hij is een beetje groot zoals dit. Laat ik in ieder geval al die obsidian hier maar even weghalen. En dan kunnen we hem opnieuw herbouwen. En een flint en steel regelen. Dat moet wel lukken, denk ik. Dat is gewoon wat gravel slopen totdat ik flint krijg. En iron heb ik al. Ja, dit moet wel goed komen. Trouwens, deze kan ik laten zitten. Ik hoef die crying obsidian niet. Het gaat alleen om de normale obsidian. Oh nee, het gaat regenen, jongens. Oh nee, wacht. Sta ik droog? Sta ik toevallig droog? Oh mijn god, ik sta toevallig hieronder droog. Nee, het regent. En als je jou vraagt waarom ik daar zo stress over heb. Regen is giftig, jongens. Water, alles wat met water te maken heeft, is giftig in deze serie. Oh, wat irritant. Oh, wat ongelooflijk irritant. Dit komt echt niet goed uit. Ik denk dat ik voortaan standaard een bed mee moet nemen. Want hierdoor ga ik gewoon waarschijnlijk weer dood. Oké, we kunnen op zijn minst de portal verder bouwen. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Stop, 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 stop. Oh mijn god. Oké, ik ga die lavapoeltjes even inbouwen. Waarom regent het nou? Wat irritant. Ik zou al mijn spullen... Ik heb een idee. Ja, ik heb 35 levels. Ik ben nog geen één keer dood gegaan. Oh nee, dat is niet waar. Ik ben al meerdere keren dood gegaan. Ja, ik vind het zonde om 35 levels te verliezen. Oké, ik heb hout bij me. Ik zou het even een beetje in kunnen bouwen. Hier, kom op. Plaats hem nou. Ja, zo ja. Oh, zo. Zo, oké. Ik ga even een dakje boven mijn hoofd bouwen. In de tussentijd kan ik even wat gouden wortels maken. Want die zijn net even wat beter om te eten dan deze stomme wortels. Zo, dat kunnen we maken. Oh, 17 gouden wortels. Dat is wel heel chill. Oké, dan kunnen we heel even zo snel dat dak bouwen zonder dood te gaan. Woe! Oh mijn god, oh mijn god. Oh, zo. Oh, oh oké. We hebben nu al even een dak boven ons hoofd. Maak hem nog iets breder even. Want we zitten hier nog wel even opgesloten. Omdat het zo lang gaat. Het duurt echt waarschijnlijk nog minimaal 20 minuten voordat het stopt met regenen. Laten we maar kijken of we deze netherportal dan nou gewoon kunnen bouwen in de tussentijd. Alleen kan ik hem niet aansteken. Oeh, wat irritant. Oké, even kijken. 1, 2, hoppakee. De portal staat op zijn minst. Dat is al heel wat. Dan kan ik hem nu nog een beetje mooi eruit laten zien. Zo. Het is maar wat je mooi noemt. Ja, en aansteken gaat hem gewoon niet worden op het moment. Misschien als ik een spoor van hout maak dat hierheen loopt en dat het hout langzaam verbrandt. Wie weet werkt dat. A few moments later. Jongens, we kunnen weer. Oh mijn god, we kunnen weer. Ik heb letterlijk gewoon onder de grond ben ik gaan zitten en ik ben op mobiel filmpjes gaan kijken. Want ik dacht, ik moet gewoon wachten tot het stopt met regenen. Er was letterlijk niks anders te doen dan wachten. En wat ben ik blij dat het gestopt is met regenen. Maar houten platform hierboven stond in de fik. Het vuur moet even uit. Het duurde zo lang. Zo irritant. En ik ben nu ook gewoon echt benieuwd hoe de nether eruit ziet. Dus laten we op mijn bootje stappen. We gaan heel even naar huis om een flint en stiel te pakken. En als we die niet hebben, maken we hem gewoon. En dan gaan we die netherportal aansteken. En wat voor nether gaat het zijn? Gaat het gewoon een normale nether zijn? Gaat het een eilanden nether zijn? Ik ben ontzettend benieuwd. Hallo lief huisje. We zijn er weer. We zijn gewoon weer thuis jongens. Ongelooflijk. Hoppakee. Zo. Wat heb jij allemaal voor mij in de aanbieding? Lief, prachtig huisje. Wij hebben een ijzertje. Dat is helemaal top. Hebben wij gravel of hebben wij flint ergens? Even koekeloeren. Hebben wij dat? Ik zie geen flint. En ik zie nog ook geen gravel. Oh-oh. Oh-oh. Ik zie geen gravel. Is er ergens gravel hier? Misschien hierboven. Oh, nee. Oh, nee. Gaan we nou... Oh, hier is gravel. Oké, laten we dit gewoon hakken, zo. Kijk, pakken we die met twee dingen, zo. Gaan we gewoon hakken tot we flint krijgen. Gewoon tot ik één keer een flintje eruit krijg. Dat letterlijk zou binnen nu en hooguit 10 blokken moeten gebeuren. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Flint, dan kunnen we flint en stiel maken. Laten we dan heel even mijn goede spulletjes hier even in de kist doen. De quartz generator, die wil ik wel hierbij plaatsen. Bij deze generators. Zo, hoppakee, zo. En dan heel even mijn spulletjes wegdoen. Dan pak ik mijn zwaard en mijn schildje toch ook maar. En ik denk... dat ik zelfs even nieuwe armor ga maken. Laten we dat voor de zekerheid maar eventjes doen. Ik heb hier nog meer ijzer. Zo, hoppakee. Trekken we die uit en dan doen we de nieuwe armor aan. Oké, en dan is het tijd om te gaan. Wat gaat de nether zijn in deze wereld? Ik ben zo benieuwd. Moeten we weer helemaal terug. En die brug daar is leuk dat ik die gemaakt heb. Alleen nu ik een bootje heb, kan ik natuurlijk overal heen varen. En dan moet ik helemaal om het eiland heen. Ook een beetje onhandig. Ik hoop niet dat ik mijn 35 levels kwijt ga raken. Dat zou wel zonde zijn. Als het goed is, is dit ook een missie. Dus als we dit gedaan hebben, hebben we gelijk de missie nether behaald. Dus dan wordt de border weer een stukje groter. Komt ie, ja? Hoppakee. We gaan gewoon. We gaan er gelijk in. Wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn? De nether is... normaal? Denk ik. Oh, het is gewoon normaal hier. De nether is gewoon hartstikke normaal. Alsof er niks aan de hand is hier. Oké, dat is op zich best wel fijn. Oh, dat is wel minder fijn. Auw, kom dan. Ik ga je doodmaken. Waarom kan ik... Laat maar, het zal wel. Ik ga deze botten meenemen. Hier, boomblokken zijn altijd fijn. Het is namelijk boommiel. Hou op. Laat me met rust. Nee, niet mijn portal. Oh, niet mijn portal. Alsjeblieft niet de portal. Oké, dan hakken we deze boomblokken nog eventjes hier. Laat mij alsjeblieft nou eens met rust. Wat irritant. Wat irritant die beest. Ik ga gewoon dit slopen en ik trek me gewoon niks van ze aan. Oké, ik moet toch wel wat van ze aantrekken. Zijn er uitdagingen in de nether die ik specifiek moet halen? Ik denk het niet, hè. Oh, jawel. Bezoek de End. Vermoord de Enderdragon. 15 blazes. En bouw een beacon. Oh, wat heb ik in één keer de missies erbij. Bezoek de End. Oh, mijn god. En ik moet blazes vermoorden. Nou, misschien dat hier toevallig een dinges in de buurt zit. Zo'n fortress of zo. Laten we heel even kijken of we iets kunnen vinden. Ah, kijk, er zit ook een border, jongens. Dus dat is fijn. Dat betekent dat de nether niet heel groot is. Dus dan moet er haast in de buurt wel ergens een fortress zitten. Zo'n groot netherfort. Dat kan niet anders. Die moet hier ergens in de buurt zijn. Hallo, fort? Is er een fort in de buurt? Lekker aan dat hier een border is, dat ik ook eigenlijk de weg niet kwijt kan raken. Dat maakt het ook wel heel makkelijk. Hallo? Blazes? Iemand? Iets? Als we hier maar even omhoog hakken. Oké, ik ben van alles aan het vinden hier, behalve het fort. En ik denk dat ik eigenlijk toch ook stiekem een beetje de weg kwijt ben. Terwijl ik net nog mooi heb gezegd dat dat niet echt kan gebeuren. Oké, en ik ben ook wel hele enge dingen aan het doen die niet helemaal de bedoeling zijn. Ik ben letterlijk mijn portal kwijt. Hoe kan dat nou? Het is niet eens zo groot hier. Hoe kan ik mijn portal kwijtraken? Ik ben ook zo dom, hè. Hoe laat ik dit nou weer gebeuren? Oh, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Overleef ik dit? Ik weet het niet. Ik ga het niet riskeren. Zo, dit overleef ik wel. Portal! Ik wil naar huis! Ik wil gewoon naar huis! Misschien die kant op. Misschien is het hierheen. Zolang ik in deze biome blijf, kan ik het wel terugvinden, zou je zeggen? Oh, mijn portal! Oh, oké. Oké, we hebben in ieder geval de route naar huis weer gevonden. Heb ik een vaag rondje gelopen dan? Even kijken of ik toch niet stiekem nog dat fort kan vinden. Ik denk het niet. Ik denk dat ik daarvoor... ik weet niet hoe ik die ga vinden. Misschien is er wel geen fort. Ja, maar ik moet Blazes vermoorden. Weet je, het zal wel. Ik ga naar huis. Ik kom later hier wel terug. Doei. Doei. Terug naar de veilige wereld. Althans, veilige wereld. Daar is het water giftig. Ik ben eigenlijk gewoon nergens veilig in deze wereld. Auw. Oh, jongens. We hebben ook nog dit eiland. Hier natuurlijk. Hier is dat roze huis. Oh, ik wil niet te dicht bij jullie komen. Hier is dat roze huis. En die heb ik ook nog niet helemaal lekker bezocht. Dus laten we even naar dat onbekende eiland daar gaan. Daar ben ik ook nog niet geweest. Gaan we daar even een tukje doen. Wordt het weer dag. Ontdekken we even dit eiland hier. We hebben hier ook nog een ufo. We hebben nog zoveel dingen die we moeten bezoeken. Maar ik moet zeggen, we kunnen wel al naar alles toe. Volgens mij is er niks meer waar we niet heen kunnen. Wat voor eiland is dit? Wat is dit voor gek eiland? Waar ben ik beland? Waar ben ik beland? Villager eiland? Hallo? Oh, een bed. Ik ga slapen. Yes. Hallo meneer. Heeft u ergens hulp bij nodig? Wie ben jij? Heeft u hulp nodig met iets? Oh, emeralds. Emeralds zijn altijd welkom. Een creeper. Een creeper. Weg hier. Weg. Dood. Dood. Oh, oké, die is dood. Wat hebben we nog meer? We hebben hier een farm. Oké. Zit hier iets onder verstopt? Hallo? Nee, er zit niks onder verstopt. Oh, oké, wacht. We gaan eerst dit huis in. Dit is eigenlijk ook wel een fijn huis om te wonen, jongens. Een zwaard. Hij doet meer damage, maar is wel trager. Oké, even goed neem ik die wel. Dan hebben we wat eten. Dat is altijd fijn. Hierboven is nog een verdieping. Zit hier nog iets? Nog een kist. Helemaal leeg. Dat is weer jammer. En hier nog iets. Een balkonnetje. Dit is ook wel leuk om te wonen. Alleen ja, het is niet in het midden. Dat huis waar ik nu woon is natuurlijk gewoon in het midden. Oké, hier moet wel veel loot zitten. Dried kelp. Een nieuwe vishengel. Nog meer dried kelp. Heel wat visjes hier. Hoppakee. Tropical vis ook. Nog meer visjes. Die kan ik allemaal verkopen bij mijn villages thuis. Deze kelp nemen we ook mee. Oh, dat is een voordeel, jongens. We kunnen letterlijk al die vissen die ik hier zojuist heb gepakt... gaan we niet opeten, maar die gaan we ruilen voor emeralds. Oké, wat hebben we hier nog meer? We hebben hier nog een huis. En hierboven zegt maar dat er nog een kist is. Hallo meneer, hoezo heb jij geen kist? Wat is dit voor oplichterij? Ik ga jouw bed wel meenemen. Ik voort aan een bed bij me. Is dit alles op jullie eiland? Hebben jullie niks geheims nog? Een geheime stash of zo? We hebben besjes, oké. Bestjes wil ik ook wel meenemen. Ik wil jullie zeker meenemen. Kom maar allemaal hier. Dus kunnen we die ook wel verkopen of ruilen. En anders kunnen we ze gewoon farmen natuurlijk. En ik zie dit hier. Dit wil ik ook wel gebruiken. Zo. Ik moet zeggen... water is natuurlijk giftig. Wat doe ik? Even, dit is wel even fijn vergeleken met die nether waar ik net was. Oké, laten we nu dan naar dat roze huis gaan. Want die hebben we ook nog niet gepakt. Als het goed is zijn die monsters inmiddels daar al, hoop ik, weg. Oké, wat hebben jullie voor mij in de aanbieding? Een roze huis hier. Wat heb jij voor mij in de aanbieding? Wat een prachtig, vredig eiland hier. Een potje. Oh, oké, dit huis is wel helemaal geweldig, jongens. Oh mijn god, waar is de deur? Waar is de... Oh, hier, ik ben een rondje gaan lopen. Dit huis is al helemaal... Wow! Hier wil ik wonen! Oh mijn god, ja! Hier wil ik echt wonen. Gold generator. Oké, boekjes. Efficiency. Oh mijn god, ja, geweldig. Geweldig. Goede enchants dit allemaal. Zijn er wat dingen die ik hier kan dumpen? Ja, dit soort dingen hoef ik allemaal niet. Oh nee, ik plaats mijn gold generator! Waarom doe ik dat nou? Wat stom! Jee, wat een diamonds! Oh mijn god. Oké, top. Wat hebben we nog meer hier? Een barrel. Nog meer diamonds. Ik kan zo meteen die diamond armor ding maken. We hebben hier een lapjes generator. Nog meer raw beef. En we hebben hier nog meer diamonds. En in de laatste kist is het nog een emerald generator. Ik ga hier wonen, jong. Nou, het ding is... Hier wonen klinkt misschien leuk, maar al mijn generators staan op het andere eiland. Tenzij ik die kan slopen met Silk Touch. Is het niet echt heel handig om te verhuizen. Dus tot die tijd is dat niet handig. Kan ik hierboven nog iets doen? Het heeft nog een verdieping hierboven. En ik heb genoeg netherrack om hier naar boven te bouwen. Zit hier nog iets verstopt? Hallo? Nee, het is helemaal leeg. En een anvil hier. Die anvil gaan we meenemen, jongens. Die anvil nemen we mee. Laten we dan in ieder geval even de handige dingen meenemen. Die nemen we mee. Die nemen we mee. Dan stoppen we even wat spullen weg die ik niet hoef. Zoals de composter hoef ik even niet. Is hier nog meer dingen die ik graag wil hebben? Ja, de inrichting hiervan is wel leuk. En deze armor moet ik hebben. Oké, weet je, dan dumpen we hier heel even. De smithing table is niet echt mega bijzonder. Deze netherrack is niet mega bijzonder. En mijn oude zwaard kan je er ook wel. Dan kunnen we namelijk pakken, als het goed is, de armor hier. En even kijken, wat voor armor is dit? Oh, ja, dit is leuk. Dit is leuk. Dit is geweldig. Kijk ons nou, jongens. Wat fancy. Oude armor doen we hierin. Nou, en dan gaan we... Nee, jou nemen we ook mee. Jou wil ik heel graag meenemen. En de armor stand ook. Dan gaan we terug naar huis. Dan gaan we terug naar... Wat een gezellig huisje dit, hé. Lekker vogeltjes en dingetjes hoor je om me heen. Ik zou zo hier naartoe verhuizen. Gaan we terug op mijn bootje. Gaan we heel even naar mijn hoofdeiland. Tot ik Silk Touch heb op mijn pickaxe, kan ik al die generators niet verplaatsen. Dat is het vervelend. Dus we moeten nog wel heel even in dat huisje daar wonen. Maar dit ziet er eigenlijk veel gezelliger uit. Ik woon veel liever daar. Wat een business dit, hé. Ongelooflijk. Dan hebben wij een nieuwe emerald generator. Die kunnen we hier even... Kijk, dit dan. Al die diamonds en... Oh, geweldig, geweldig. Doen we even hier zo. Hoppakee, heb ik nog een generator? Een lapjesgenerator heb ik. Hoeveel diamonds en emeralds heb ik dan inmiddels? Even kijken. Volgens mij... Ik zou... Ja, hiermee kunnen we een volledig diamond armor setje maken, jongens. Laten we eerst even hierboven... Even kijken. Plaatsen we die zo. Hoppakee. Vind ik wel leuk. Dan de vissen kan ik omruilen met deze guy hier, met Simon. Zou ik al die vissen om kunnen ruilen? Zo, hoppakee. Oeh, nee, dat red ik net niet. Hebben we weer wat emeralds erbij. Dump ik even al mijn goede dingen hierin. De Enfield, die kunnen we mooi hier in het hoekje plaatsen. En dan heb ik... Oh, nou. Ik heb hier efficiency 3. Die kan ik hier op de pickaxe zetten. Dan hebben we even snellere pickaxe. Sharpness IV kan ik op mijn axe zetten. Dan hebben we... Waarom doe ik dat nou op mijn axe? Dat had ik gewoon op een zwaard moeten doen. Oh, wat stom weer. Ik denk ook nooit na over dat soort dingen. Dan die iron generator kunnen we nog heel even hierboven kwijt. Dan hebben we gewoon even op de grond hier, boeien. Uiteindelijk wil ik dit toch allemaal verplaatsen. En ze werken zo goed, die generatoren. Ongelooflijk hoe goed die werken. We hebben, dames en heren, genoeg diamonds om een diamond armor setje te maken. Maar dat gaan we doen in de volgende video. Want voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Het is helemaal verplicht. Je moet nu abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan weet je weer alles wat er gebeurd is in deze survival serie. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer. Bye, 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 bye.